Ja, ik kan nog een keer wat doen. Het is nu al ruim 10 uur gepasseerd. We zijn 2 uur aan het serveren. Kijk naar die cuisson. Je moet dat een keer zien. Dan kom je bij 2 uur en dat weer hetzelfde. Maar kan ik eindigen met de woorden van de mensen die hier nu geweest zijn, een aantal fragmenten laten horen. Zeg, mag ik het doen vandaag hoe dat wij een barbecue aanpakken? Kijk hier, dat staat allemaal kant en klaar. Vanmorgen zijn we gestart, geloof het of niet, met de auto's te wassen. Heel belangrijk. Het concept moet ook perfect verzorgd worden. We staan hier met al de logistiek. Je ziet dat de pick-up, de beast die erop staat, een barbecue van meer dan 500 kilo. En heel die kar zit vol met buitenkeus, parasols, tenten. Noem maar op, alle logistiek dat we nodig hebben, tafels. En in de koelwagen zit al de voeding, dat we ook vandaag vers klaargemaakt hebben. Verse groenten, verse pastas, verse patatjes, verse sausen, noem maar op, vlees, grap, hapjes, alles erop en eraan. Het is nu 4:15 en we moeten om 4:30 op locatie komen, want volgens een draaiboek moeten we om 4:30 beginnen met alles uit te zetten. En de logistiek klaar te zetten. De mise en place, vuurma, ambiance. Tot straks. De GPS is gestart. De Dappartstraat in Bessenheim, een prachtige hoeve, de Dappart-hoeve. En we komen daaraan om 16:25, wat pees je door van? 5 minuten te vroeg. Dat beter te vroeg of te laat. Hè? We zitten nu in de Dappart-hoeve in Bessenheim. Ik kijk hier zie, oh, ik kan wel zeggen 40 barkus dan. Ik kom hier al meer dan 20 jaar. En toch heb ik vooraf met de klant, maanden geleden toen die mensen de reservatie namen, hier langs geweest om een keer te zien van hoe gaan we dat hier doen. Hoe weer is slecht weer. Het is prachtig weer vandaag, mijn geluk, maar voor hetzelfde gaat wel slecht weer. En we hadden er ook een plan voor, een plan B. Het plan A is zoals we nu staan. Je ziet dat, prachtige tafeltjes. Die mensen zijn super uit de beste dan en hebben gekozen voor zelf de bufferhapjes te geven. Dus aan de mensen in de toekomst zijn er hapjes, voorzien door de klant zelf. En wij gaan dan starten met onze hapjes. Kijk, de opstelling, men daar goed over nagedacht. De logistiek zit in de kar. Het is gelost geweest. Dat staat aan de kant. De koelwagen staat daar, zodanig dat we heel snel bij het buffet alles kunnen aanvullen. En kijk, de buitenkeukentjes, tentje. Prachtig, hè? Mensen gaan straks aanschuiven van rechts naar links. Het is overal over nagedacht. Dat is geen toeval. Het is niet zomaar toeval. En het is heel niet omdat ik 35 jaar barbecues aan huis doe, dat dat zo vanzelfsprekend is. Nee, nee, dat wordt echt voorbereid met alle aandacht die nodig is. We gaan nu starten met de aubergintjes. Dit. De mensen komen binnen een half uurtje toe. Dus dat is leuk. Uw gasten komen toe. Er staan hapjes op tafel. En wat zien ze daar? Live chefs aan het werk. In een restaurant geven ze daar zelfs meer voor. De klant heeft meer geld uit om de tafel te hebben aan de keu. Maar hier is dat zo. Dat is ons niveau van barbecue. Wij brengen echt het restaurant bij u thuis. En dat is van ondenkbare waarde. We gaan dat nu vers afrilzen op dat heet vuur. Voilà. Alle rondjes zijn een beetje voorbereid. De worstjes, de olde hapjes. Vandaag is het eigenlijk een barbecue, heel eenvoudige hapjes. Maar waarom moet dat oester? We doen ook oesters, hè? Maar dat hoeft niet. Hè? Dat ook super lekker zijn. Hè? Dus alles is wel voorbereid. Die moet voorbereid worden. We gaan nu ieder moment beginnen met de hapjes. De laatste gasten zijn aan het toekomen. Maar voordat ze nu toekomen, de laatste gasten, ga ik dat vlees nu nog een keer een korstje geven. Dat is een ribeye. De mensen hebben gekozen voor een ribeye en een Chateaubriand. Chateaubriand zijn grotere stukken, dat heb ik al gekorst. Dat liggen nu hier traag te haren. Op een 50 graden heb ik hier, dat is al een heel traag haren. Zodanig dat we dat voorstellen, dat we dat serveren straks bij het hoofdraad. Even een korstje heen en toch snijden. Dan gaat gewoon een lijntje gerild zijn en super sappig en mals. Met die ribeyes ga ik juist hetzelfde doen. We gebruiken onze marinade van het huis. Altijd te koop in de winkel, je weet dat. Hè? Specialiteit van mij. Dat is eigenlijk een soort gedekte olie dat ik gebruik. Ik ga natuurlijk niet zeggen welke olie. Dat is natuurlijk een geheim. Met grove peper en grof zout erin. Meer is dat niet. Ik doe dat niet echt voor de smaak van het vlees. Want straks gaan we toch peper en zout voor de mensen serveren. Maar het is vooral dat dat iets mooier bakt. Voilà. Ik heb dat nu aan de ene kant geschilderd. Ik ga dat nu een korstje geven. Heel kort. Op een hoog vuur. Voilà ze. Zie je dat? Hè? De mensen zien dat. Hè? Pas op. Hè?
De mensen zien al wat ik er aan toe ben. Dat is live cooking experience. Van de eerste reek. In een restaurant heb je dat soms zo vier mensen die kunnen aan de keuken zitten. Maar hier zitten er 50 mensen niet aan de keuken. Dan mag even die vlam nemen. Dat kan geen kort. Dat is heel kort. Dit, voilà ze. Dat is ze. Dat is echt lekker in een nerd dat we hier komen. En het klucht is het. Het eerste dat die mevrouw zit, ik heb al tientallen barbecues gedaan. Het eerste dat die mevrouw zei ook toekomen, zei, ga je wel aan in de grond voor dat kolle spatjes. Ik zei, madame, weet je nu nog niet meer wat ik heb komen? Met de biest heb ik dat niet. Dat is een oven he, dat ik gebruik heb houtschool. Dat is niet zomaar zo'n barbecue met vier potjes. He. Alsjeblieft. Voilà ze. Beide zijden, we gaan er een klein beetje in strijken van boven ze. Voilà, met die lekkere marinade. Exclusief. En zo is ze mee. En die huur, he, natuurlijk, die huur. Ja, dat kan ik u er natuurlijk niet meegeven op die video. He. Voilà ze. Een schoon korstje. En we gaan dat dan hier bij de Chateaubriand steken. Om dat heel traag te gaan. Tot straks. Zeg, moet ik het ding verwateren, die mensen? Het haalt het uit de mond lopen, nee, de hoesten. Kijk hier, met je vuurkruiden van Kurt. Onze eigen gemaakte vuurkruiden. Kijk, en nu moet je kijken naar die rook, hoe dat dan nog toe gaat. Moet ik kijken. Zie je dat blozen? Ik zweer het, jong. Dat zijn de jacos. Traag haar niet van boven. Ga daar hier nu traag haar hier van boven zijn. In die kast kan je zo'n 50, 60 graden. Ideaal om de perfecte cuisson te creëren. Hè. Zonder dat ik echt veel sap verlies. Het is ook zo dat de rook eigenlijk door die schouw weggaat. Dus hier komt er geen rook bij. Dus dat wil ik niet. Hè. Ik wil die subtiele grillsmaak. En daar krijgen we heel veel reacties op. Positieve reacties. Ik wil niet hebben dat dat constant in die rook hangt. Hè. Want dan smaakt je het vlees niet meer. Hè. Fantastisch, man. Wow. Een vecht tussen mens en vuur. Live. Nee, voilà ze. Zo. Ik denk dat ondertussen de meeste gasten er zijn, dus we kunnen beginnen. Huk. Is goed. Let's go. Dat is ook een van, echt van onze klassiekers. Indianenpijltjes, noemt dat bij ons. En ook gekend onder de naam vuurpijlen of vuurvreters. Krokant op de fakkels, ja. Krokant bakken op de grillplaat. En dan hier van boven een klein beetje laten verder haren. Zit hier gaan we verder haren hier boven. In die warmhoutkast. Zit, en dan terug voor het serveren dan een keer krokant geven. Dat is een onmolle voorhaard. Maar ze nu nog een keer boven het vuur. Kijk, hier zijn ze al bezig. Boven het vuur leggen ze. Kijk, het is nu 8:27. De timing was op draaiboek 8:30 hoofdgerecht. Nu heel los, dat valt niet op. Maar eigenlijk doen we daar wel voor dat die timing een beetje klopt, anders wordt het te laat. Maar ik heb nu eerst de vraag aan mevrouw, wat denk je ervan? Als ze binnen een kwartier moet je beginnen, dus dat zal om 8:30 zijn. Kijk, we staan eigenlijk zo gereed om te bedienen. Dus kan ik het doen hoe we eigenlijk gaan werken. Dus bordjes staan klaar. Dan alle verse groentjes. We zijn één iemand met glutenallergie, dus de gluten die staan hier volledig apart. En dan de sausjes, vinaigretjes, croutonsjes, appeltjes en zo voor bij de salade. Dus hier gaan we het onder mensen persoonlijk gaan bedienen, één voor één. En dan, een keer dan zou er vlees en allemaal aan, zout, peper, doe ik erop. Klant per klant. Cuisson is zoals wij gaan doen, we gaan het nu straks gaan uitleggen aan de mensen. Maar zijn er tussen niet meer gebakken, dan doe ik dat wel. Een beetje saus, warme ratatouille. En dan kunnen ze eigenlijk terug naar de tafel. En terugkomen zoveel als ze wel. Kijk, we gaan nu juist gaan de mensen aanspreken. Wat er eigenlijk hun te wachten staat. Beste mensen, ik ga er even een keer storen. Goedenavond iedereen, ik ben Kurt. Dat is mijn zoon Nathan. Ik hoop dat je een klein beetje al genoten hebt van de hapjes. Ja. Oh, voilà, merci, dankjewel. Eerst en vooral wil ik Geert en Ines proficiat wensen met jullie 30-jarige huwelijk. Ik ben er bijna. Dus ben er nog niet, maar ben er bijna. Het is toch al redelijk wat. We horen dat niet veel meer, hè? 30 jaar huwelijk. Ik ben blij dat ik en vereerd dat we hier mogen in die mooie locatie ook die traiteur gaan verzorgen.
We gaan nu starten met het hoofdgerecht. Het is een klein beetje toelichten hoe dat in elkaar zit. Eigenlijk staan de tafels volledig klaar. Voor daar binnenteen, maar zie dat prachtig weer, zou ik zeggen, mensen mogen zelf kiezen. Natuurlijk, het is één nadeel, het bord en de couvert staan binnen. Het enige dat je zou moeten doen, is dan je bord en je couvert gaan halen en dan in feite hier aanschuiven. De borden staan niet, dat is juist. Het is enkel de couvert, sorry. Dus je couvert binnen aan tafel moet gaan halen en dan kun je perfect hier buiten ook eten. Nee, absoluut. Het systeem zit als volgt, dus je neemt je bordje en hier heb je allemaal het koud buffetje. Dat zijn de uiteraard gewone salade, het is allemaal puur natuur. Er staan hier vinaigrettes apart, ook met je croutonsjes en nootjes. Ik zou vragen, het zit ene persoon met een glutenallergie, dat we daar een klein beetje rekening mee houden in die zin, dat je de lepeltjes laat zitten wat aan ze zitten. Want als je bijvoorbeeld met een pastalepel in een tomaat zit te scheppen, ja, is dat niet goed voor die persoon met die glutenallergie. Dus de gluten, alles die gluten is, die staat op het einde van het buffet. Die persoon weet dat wel, wat die mag en niet mag. Maar voor jullie allemaal, gewoon de lepeltjes laten zitten wat aan ze zitten. Ziet? Dan kom je hier, dan gaan we hier wat warme groentjes zetten. Mijn verse courgettes gerild, mijn verse aubergine gerild. En dan kom je hier en dan hebben we hier in feite twee soorten vlees. Ik zou zeggen, moest gerust alle twee proeven. Het is een keer leuk dat je twee soorten op je bordje hebt dat je kunt vergelijken. Namelijk een Chateaubriand van het Belgisch Blanc Bleu ras en dan een ribeye. Dat is van hetzelfde diertje, hetzelfde ras, dezelfde voeding, dezelfde kwaliteit, maar toch is het heel iets anders. En dat is wel leuk dat je dat samen op je bord krijgt, dat je daar een keer kunt genieten. De cuisson, dat is iets heel delicaat. We kennen allemaal vier cuissons, ik ken er 100. Ik kan ze geen naam geven ook. Waarom? Iedere spier verdient zijn cuisson. En een cuisson is niet alleen het kleur dat eruit ziet, maar is ook de temperatuur die je gebruikt om iets klaar te maken. De tijd, ik kan bijvoorbeeld zeggen, als we met Wagyu beef gaan, gaan we dan een kortje geven en gaan we dan een uur op 50 graden laten gaan. Waarom 50 graden? Omdat dat een temperatuur is die niet doorbakt, maar wel zorgt dat al die vetadertjes smelten en dat dat eigenlijk sappig resultaat heeft. Bijvoorbeeld een filetpuur gaan wij geen uur op 50 graden doen. Gaan we dan een korstje geven en eigenlijk misschien 5 minuutjes laten rusten en serveren. Zie, dus iedere spier en stoofvlees, ik moet niemand overtuigen, stoofvlees, niemand eet dat bleu. Niemand. En dan zeg je, tuurlijk meneer, je moet dat stoven. Ja, tuurlijk moet je dat stoven. Maar dat is van ieder spier zo. Dus ieder spier verdient zijn cuisson om zo lekker mogelijk te serveren. Maar, als je hier aanschuift en zegt, meneer, van mij moet dat meer doorbakken. Je moet dat zeggen, hè. Ik ga dat ook doen, hè. Tegen mijn hoesting, maar ik ga het doen. En eigenlijk, mijn al een beetje aperitief gedronken, dat is het moment om even je ogen toe te doen en gewoon in vertrouwen nemen. Neem mij in vertrouwen. Eet wat er hier geserveerd wordt. En je kunt misschien wel verrast zijn dat je iets gaat ontdekken en proeven dat je dat, ja. Zo lekker had ik het nog nooit heen. En waarom komt dat? Omdat we niet, voordat we de hapjes geven, hem dan een kortje geven. En heel traag van boven op 50 graden, heel traag laten haren. Dat vlees is gehaard, het is niet rauw. Maar je gaat zien, het is echt rood. Maar het is niet rauw. Goed? Alsjeblieft, dan wens ik u nog een prettige avond. En ik zou zeggen, neem gerust een bordje en schuif dan. Dank u wel. Je ziet, ik kan nu die mensen een uitleg geven. Maar dat is superbelangrijk. Het is superbelangrijk dat je uitlegt hoe dat je het heeft, waarom dat je het zo heeft. En dan gaan er inderdaad mensen die een BNQ altijd heen, die nu een bleu gaan heen. En zeggen, verdomme, men heeft dat feest geweest van Kurt. En als dat doet, waarom dat zo moet heen worden. En wij worden aangenaam verrast. Dus gewoon om maar een idee te geven, een feest bij ons, hoe dat met handen en voeten aangepakt wordt, professioneel, uniek, om te herinneren. En als je één feest heeft op je 50ste verjaardag en na 10 jaar spreken ze je aan over die barbecue, dan is je feest geslaagd. En daarvoor kan ik zorgen. Ik ga ze gaan bedienen. Goed, warme groentjes. Ja, ja, geen probleem, geen probleem. Het rood gelijk. Een volledige of een half? Wacht, niet alsjeblieft. Niet maar rustig, ja. Dat is béarnaise en ja, dat is een ratatouille. Ja, ik ga nog een keer wat doen. Het is nu al ruim 10 uur gepasseerd. We zijn 2 uur aan het serveren. Kijk naar die cuisson. Je moet dat een keer zien. Dan kom je bij 2 uur en weer hetzelfde. Maar ik ga nu stoppen met de bof en de stoef. Ik heb nu genoeg gezegd van in het begin. Zeg ik me specialisten noemen en details. Het is om van details te doen en van het beste en de beste cuisson en het schoonste toestel en de belevingen. De food experience, live cooking en stoef en bloos. Maar ik ga een keer eindigen met de woorden van de mensen die hier nu geweest zijn. Een aantal fragmenten laten horen. Het was als iemand die mij die hier toe kwam en je kwam hier maar toe en je zei, oeh, ten dien, het had in orde zijn. Ik hoort. Ja, dat doet me iets. Ook de mensen die boffen, mijn ovifje is nog niet, maar en iedere keer had dat tip-top in orde. Ja, man.
goh, amai, die kwam zo aan goed. Of een madameke die hier kwam, ik ga hem bearnaise en hem een ratatouille pakken, want in uitleg heeft mij overtroffen. En mij overtuigd dat ik het moet puur eten. En wel, en ket gedaan, ik moet nooit geen saus meer in bij vlees. Allee, als het van u komt, hè, om wat te zeggen. Barke Kurt, ik denk dat als je iets top wilt, de beste keuze is. Merci. En neem contact, bel mij op, mail mij, stuur een mailje en ik maak u vrijblijvende offerte. Om het beste van het beste bij u thuis. Ciao.